Daar zijn we weer. Zo dadelijk maken we kennis met de wereld van de transseksuelen in Thailand. Maar eerst aandacht voor een merkwaardige groep van jongeren in eigen land. Ook in Vlaanderen bestaat zoiets als de straight edgers. Deze Amerikaanse uitdrukking wordt gebruikt voor jongeren die het rechte pad bewandelen. De straight edgers doen dat wel op een heel eigen manier. Van de bekende slogans seks en drugs en rock and roll hebben ze enkel de rock and roll overgehouden. Ze houden van keiharde muziek waarop erg agressief gedanst wordt. Maar daar houdt hun agressie ook op. Voor de rest hebben ze elke vorm van drugs uit hun leven verbannen. Ook alcohol en sigaretten. En vinden ze seks buiten een vaste relatie taboe. Waarom kiezen deze jongeren voor zo'n strikte regels in combinatie met harde, agressieve muziek? Een reportage van Thomas van Hemeldonk. In Limburg barst op een zondagnamiddag een plaatselijke parochiezaal uit zijn voegen. Enkele honderden jongeren gaan wild tekeer op loeiharde hardcore muziek van Belgische bands als Archangel en Facedown. Een groot deel van de aanwezigen noemt zich straight edgers of jongeren van het rechte pad. Ja, ik ben Erik, ik ben 34 jaar en al 6 jaar straight edge. Voor mij wordt straight edge, ja, natuurlijk de basisregels: niet roken, niet drinken, geen drugs. En natuurlijk geen vlees eten, maar dat is voor iedereen anders zijn eigen keuze. Dus ik heb de keuze gemaakt om vegetariër te zijn. En ja, ik vind dat goed. Ik ben Jan, ik ben 25 en ik ben al 6 en 7 jaar straight edge. Straight edgers gaan er prat op zich te onthouden van allerlei legale en illegale drugs. Ze kiezen bewust voor een rookvrij, drankvrij en drugvrij leven. Ze zijn tegen seks buiten een vaste relatie. De bewuste onthouding heeft volgens hen te maken met gezond verstand. En vooral met een verregaand respect voor zichzelf en de anderen. Jan, Erik en een aantal vrienden zijn al enkele jaren straight. Net op de leeftijd dat de meeste jongeren beginnen met uitgaan en roken of drinken, kiezen straight edgers voor een zuivere levenswandel. In mijn jeugd heb ik wat redelijk had gedronken en gerookt. En ik wist dat ik verkeerd bezig was. En zag andere mensen dat ook doen. Dus allemaal verkeerd bezig, zat zijn en zo. En allemaal van alle tegendraadse dingen doen. En ik wou me daar van afzetten. Ben gestopt met roken, gestopt met drinken. En ik luisterde in die tijd al naar hardcore en punk en zo. En er waren bepaalde groepen wat die filosofie predikte dan. En dat sprak mij aan en zo ben ik dat gevolgd. Het heeft ook veel te maken natuurlijk met de muziek waarin hij luistert. Omdat wij waren toen al in die tijd bezig met hardcore en zo. En via die muziek kom je in aanraking met de levenswijze, de straight edge levenswijze. En ik denk als 16-jarige knaap wordt je wel degelijk beïnvloed daardoor. En dan ben je misschien op zoek naar iets, ja. En wat sprak er nu net in die levenswijze aan? Ik denk de puurheid. Het feit dat je clean bent. Maar veel mensen begrijpen hun levensfilosofie niet. En straight edgers krijgen commentaar op hun principieel gedrag. In het begin had ik toch veel kritiek van mensen. En ik heb me er altijd tegen opgezet. En die kritiek wat die mensen op mij gaven van ja, je bent een mietje omdat je dat niet doet en zo, dat heeft mij sterker gemaakt in mijn zijn van straight edge. Als je jong bent, dan ja, bijvoorbeeld drank gebruiken en zo, dat zijn nog dingen die staan wel cool. En maar ik vind, ja, je zegt gewoon nee. En als de mensen ermee pesten, ja, I don't care. Dat raakt mij eigenlijk niet. Thomas is al 4 jaar straight. Voor hem was het een bewuste levenskeuze. Toen hij vroeger uitging met vrienden, dronk ook hij. Maar de levensfilosofie van straight edge en de hardcore muziek spraken hem meer aan dan uithangen in discotheken. Dat is een zekere moderne vorm van rebellie. Omdat in mijn optiek rebellie ook nauw gepaard gaat met acties. En acties, dat wil dan zeggen, bijvoorbeeld consumeren of net bepaalde dingen niet consumeren. Want door zat te zijn of drugs te nemen of stoon te smoren of pillen te nemen, ja, dat is volgens mij geen rebellie. Dan rebelleer je ook niet. Ja, dan draai je juist mee. Dan houdt men je dom. In het begin wordt daar soms wel eens slagwekkend op gereageerd. Omdat veel mensen het ook niet begrijpen. Waarom doe je dat nu? Dikwijls krijg je de commentaar van je leeft toch maar één keer en profiteert ervan. En neemt alles wat je kan en haal alles uit het leven. Maar voor mij, alles uit het leven halen manifesteert zich op andere gebieden.
Straight Edge ontstond in de Verenigde Staten in het begin van de jaren 80. Het was een reactie op de te gewelddadige punkbeweging, waar alcohol en druggebruik hoogtij vierden. Amerikaanse jongeren wilden zichzelf en de ruige muziek waarnaar ze luisterden een deftig imago aanmeten. Straight Edge is eigenlijk een beetje geëvolueerd. Ja, die klasse is gewoon een beetje opgeschoven en is meer middenklasse en de iets hogere klasse geworden, zonder daarbij te willen neerkijken op andere klassen, zeker niet. Ik bedoel, ze onderscheiden zich ook niet, maar ik denk dat op dit moment, en dan, zeker in België, de Straight Edge vooral bij de iets, het is moeilijk te zeggen, bij de gegoede maatschappij is. Al snel vond de stroom zijn weg naar Europa en kon ze ook hier in Vlaanderen op heel wat aanhangers rekenen. De Straight Edgers onderscheiden zich niet alleen door de muziek en de principes, maar ook door hun uiterlijk. Er is wel een look zo van, men moet brede broeken dragen. Liefst sportschoenen, t-shirts met dan van verschillende groepen of Straight Edge opzetten. Mijn haar kleuren of bepaalde kapsels, tattoos dragen, piercings dragen. Dat is er wel allemaal. Nu, dat is bij elke subcultuur. En het probleem is dat men eigenlijk de eigenheid vergeet. En dat de bedoeling is dat er eigenlijk geen echte look achter moet zitten. De meeste optredens trekken enkele honderden Straight Edgers. En de trend zet zich voort. Belgische hardcore groepen en platenlabels hebben internationale faam. Bijna wekelijks worden her en der in ons land concerten georganiseerd. In tegenstelling tot het discotheekleven, dat pas vanaf middernacht op gang komt, gaan Straight Edgers in de namiddag en de vroege avond uit de bol. Care about these millions of animals dying every second of every day in life. This song is called One Standard One. Hardcore is niet voor doetjes. De muziek is hard en de groepen spuien in hun teksten kritiek op allerlei maatschappelijke, ecologische en politieke thema's. Severance is about living the straight edge lifestyle. Not practicing straight edge, but being straight edge. Trying to have a positive message on a political and a social level. And not just here in the pit. It's about more than that. It's about the world being a better place for us, for our friends, for our relatives, for people we don't know, and for animals. Severance. En ook de dansstijl laat weinig aan de verbeelding over. Gedanst en dat zijn windmills met de armen zwaaien, een beetje tegen elkaar opspringen en kickboxing trappen zo en karate jumps, van alles zo. Ik moet je op een positieve manier bekijken, want het is een outlet voor deze mensen. Niemand heeft last van elkaar. Ik bedoel, iedereen doet hier zo. En de mensen die hier geen last van willen hebben, gaan ofwel op het podium staan ofwel een beetje meer naar achter. Iedereen kan kijken en iedereen heeft zijn plezier. Het is gewoon even van de ellende af zijn van de maatschappij, van de school of even dingen vergeten en hier samenkomen om het allemaal eens te laten gaan. Maar de mensen krijgen een sfeerbeeld van optredens. En die optredens zijn heel, hoe moet ik het zeggen, het contact met tussen ben en publiek is enorm. En dat wordt, het heeft iets, ja, ook de manier van dansen straalt natuurlijk iets agressief uit. Maar als je er zelf bij bent en je weet ervan, is dat helemaal niet zo. Iedereen draagt zorg voor elkaar. Dus het is niet gewelddadig, helemaal niet. Ik denk dat Straight Edge geweld afzweert. Enkele blauwe ogen niet te nagesproken, verlopen de meeste hardcore optredens probleemloos en wordt na elk nummer geapplaudisseerd. Dank je. De meeste Straight Edgers zijn vegetarisch of veganist uit ethische overwegingen. Thomas en zijn tweelingbroer Yuri onthouden zich van alle voeding op basis van dierlijke producten. Volgens hen is veganisme een volhardingsproces. Hun respect voor dieren proberen ze elke dag consequent na te leven.
Het veganisme ben ik uiteindelijk geworden uit ethische overwegingen, omdat ik vind dat het verkeerd is om ten koste te moeten leven van iets of iemand anders. Dan trek ik die lijn gewoon door en ik hoef niet ten koste te leven van bepaalde personen en dan ook zeker niet van dieren, omdat in mijn ogen elk levend wezen recht heeft op respect. Dat is mijn betuiging van respect ten opzichte van elk levend wezen. Maar net die doorgedreven dierenliefde zette in de Verenigde Staten een aantal fanatieke straight-edgers aan om brand te stichten in een McDonald's restaurant en in een lederwinkel. Naar hun eigen zeggen betaalde deze industrie de tol voor de moord op miljoenen dieren. Nu staat een deel van de Amerikaanse beweging op de zwarte lijst van het FBI. It stopped that McDonald's from being built. It postponed it for a while, let that many more animals live. Because if it would have opened, then every burger they sold would be another dead animal. Dat zijn ja, extremisme die er bestaan gewoon. En ik keur het totaal niet goed. Ik zweer af bij geweld en bij opdringen of bij mensen gewoon pijn doen omdat ze een andere mening hebben. Ik laat iedereen zijn keuze. De aanhangers in ons land proberen respect en tolerantie hoog in hun vaandel te dragen. Extremisten die iedereen proberen te overtuigen en te bekeren zijn binnen de Vlaamse straight edge beweging een minderheid. Straight edgers kunnen wel mensen hebben die roken, wel mensen hebben die drinken. We zijn niet tegen de algemene wereld die het doet. We doen het voor ons eigen. Misschien niet iedereen, maar ik wel en veel anderen ook. Dat is ons persoonlijk principe. En mensen die het wel doen, laten wij een vrije doen en laten. Straight edge staat voor traditionele waarden en zuiver leven. In de Verenigde Staten worden ze daarom wel eens geassocieerd met conservatieve republikeinen of zelfs met godsdienstige sectes. In het begin dachten mijn ouders dat het een secte was. Maar het is dus helemaal niet zo. Het is iets voor mezelf. Ze hebben het leren kennen. Ze weten hoe ik er mee doorgegaan ben. Hoe ik het niet heb opgegeven. Dat het niet zomaar een rage was voor mij. En ze weten dat ik er volledig achter sta. Dus, het is beter een dochter die hebben die niet aan de drugs is dan iemand die wel aan de drugs is. Het hoeft daarom niet straight edge genoemd te zijn, maar voor mij is het zo. Er is niet één persoon die zich naar voren schuift als zijnde de ultieme waarheidsdrager. Dat is er niet. Persoonlijk, het is eigenlijk heel persoonlijk. En een persoonlijke inleving kan niet geassocieerd worden met sectaire gedachten. Of kan niet als een secte aanzien worden. Als iemand de keuze maakt van een drugsvrij leven te leiden, waarom zal het iets met een secte waarom zal het te relijden zijn op een secte? De beweging lijkt aan belangstelling te winnen, maar ze telt ook veel afvallers. Onthouding vergt immers discipline en volharding. Na 6 jaar is Maarten van gedachten veranderd. Hij gaat nog wel naar optredens, maar is sinds een maand niet meer straight. Ik heb altijd gezegd, als ik zin heb om eens terug te drinken of zo, dan doe ik het gewoon. Dan, ja. Ik heb misschien vroeger ook al een zin gehad, maar dan heb ik echt tegen mezelf gezegd van nee, want ik sta achter hetgeen wat ik doe. Ik sta er misschien niet meer zo fel achter als vroeger. Waarom zal niet? Heeft het jou ontgoocheld ergens? Ben je ontgoocheld in bepaalde aspecten van straight edge? Ja, in de levenswijze zelf niet. Als je het persoonlijk opvat, zoals ik zeg, is het eigenlijk een perfecte levenswijze. Daarin niet. Ja, ik ben zelf geëvolueerd, denk ik. En het is zo dat ik gekozen van ik wil eigenlijk doen waar ik zin in heb. En dat heb ik dus ook gewoon gedaan. Straight edge blijft hoe dan ook een echte jeugdsubcultuur. Binnen de relatief kleine aanhang in Vlaanderen zijn de meeste jonger dan 23 jaar. Vooral ouderen zien het als een fenomeen dat met de leeftijd verdwijnt. Maar voor de straight edgers stelt de gedachte en de levensfilosofie van de beweging. Ook al laten ze de hardcore muziek na verloop van tijd achterwege, de principes mogen niet worden opgegeven. Straight edge is a lifetime commitment. Dat zegt men toch en ik voel dat ook zo aan. Nu, ja, wat de toekomst brengt, de toekomst is altijd onzeker, dat weet ik ook niet. Ik weet op dit moment, zeg ik van ik blijf het helemaal leven. Ik ben daar heilig van overtuigd. Dat is mijn manier van leven. Daar zie ik het licht in. Dank u. De straight edgers op een oorverdovende manier het rechte pad bewandelen.